Consolidated Industries Corporation, CIC, heeft vanmorgen de Ozone Water Splash georganiseerd op het KKF-terrein. De waspoedergigant heeft dit evenement gehouden in verband met hun 50-jarig bestaan. Volgens Aisha Esseboom, marketing manager van CIC, staat vandaag helemaal in het teken van fun. Heel veel plezier, lachen en spelen. Dat is een manier van teruggeven aan de samenleving, zegt Esseboom. We hebben Ozone Splash hebben georganiseerd voor de samenleving. Omdat CIC 50 jaar is en het staat helemaal in het teken van heel veel waterattracties, waterspelen. Kids kunnen ook naar de Ozone Science Club zeg maar, gaan en daar kunnen ze verschillende science met zeep gaan ze dan spelen. Hoe maak je nou de grootste bellen? Dat soort dingen. Er is een springkussen, er zijn zoals u achter me ziet allerlei waterglijbanen, schuimbanen. Er komt een breastband straks en dan kunnen de kids een breastband workshops doen. We hebben voor de iets oudere kinderen ook de escape room. Dat is een kamer waar ze in moeten gaan zitten of gaan staan. En dan moeten ze een puzzel oplossen om uiteindelijk uit die kamer te komen. Dus dat is voor de iets oudere kinderen ook hartstikke leuk. Zumba-lessen worden er ook gegeven. Er is echt de hele dag allemaal leuke dingen te doen voor die kids. Esseboom zegt dat er ruim 2500 kaarten zijn weggegeven en dat het verwachtbaar was dat het druk zou zijn. De organisatie heeft ervoor gezorgd dat de veiligheid gegarandeerd is. Er is een EHBO-post en er zijn lifeguards aanwezig bij de zwembaden. Wat je moest doen om hier te komen bij Ocean Splash, wat we eigenlijk willen doen is laten zien wat kan je nou eigenlijk allemaal met gerecycled materiaal doen. En dat is ook weer één punt wat ik dus net al niet had gezegd. Mensen als ze een uitnodigingskaart wilden hebben, moesten ze dus een lege ozone verpakkingsmateriaal naar ons toe brengen en dan kregen ze gewoon een uitnodiging terug. En met dat lege verpakkingsmateriaal gaan wij dus leuke kunstwerken meemaken. Dus zo zien de kinderen van oké, dit kan je ook doen met plastic materiaal wat eerst voor een ander doeleinde was bestemd en nu kan ik er weer iets anders mee doen. En de rest wat we niet meer gebruiken, dat gaan we dan gewoon recyclen met het bedrijf Amreco. Dus zo zit er ook een beetje educatie in en halen we ook al het plastic materiaal weer een beetje uit het milieu. Tot zover Aisha Esseboom, marketing manager van CIC. Zij sprak vanmorgen tijdens de Ozone Water Splash die de waspoedergigant heeft georganiseerd in verband met hun 50-jarig bestaan.